nieuwe video. Ik heb vandaag weer Jet bij me. Hola. De zuster. En ze zegt dus hola, want hey, we zijn in Spaanse sferen. Ook al is het nu oktober en is het herfst en koud en bevriezen we bijna. Nu al. Wij hebben Spaanse snoepjes uit Spanje meegenomen, dus. En die gaan we vandaag proeven. En we hopen dat ze lekker zijn. Ik ga eerst even laten zien wat we hebben. Ik heb hier de uvas de la suerte. Ja, zoiets. Ziet eruit als, ik weet niet, meloen dingetjes. Het ziet eruit als tum tum, maar dan, ik weet niet, dit zou best wel lekker kunnen zijn. Hoop ik tenminste. Hopen. Ik heb hier melons. En die zien ook echt uit als meloenen. En die ziet dus echt gewoon uit als kleine meloenen. En ik hoop zo dat het lekker is, want ik ben gek op meloen. En ik heb hier lollipops, roze, ja, lollipops. Leuk. En wat heb jij? Er staat... Nee, is niet voor jou. Fini, thee, weet ik veel wat, zero gluten. Ah, dat is leuk. Het ziet eruit als ja, is wat. Ja, staafjes in ieder geval. Of zo, maar dan rood. Ja, hallo. Ja, de honden die denken ook dat wij snoepjes krijgen. Jullie hebben het al gehad. De volgende is... Tijuana Tico Pelao Mix. Gewoon Spaans is echt heel goed met dit soort dingen. Ja, super. Sabor directe a la boca. Die lijkt me trouwens niet lekker. Ik vind het eruit als noot, dus ik heb een ja, niet dus. Ja. En sandias. Dat, ja. Het is, hoe moet je dit noemen? Ja, dit lijkt een beetje op die schuim. Nee, niet die schuim. Nee, geen schuim. Dit lijkt op die snoepjes van Jamin. Ja, lekker, ik denk zuur. Ja, misschien zure. Ja. Zure stukjes. Oké. Okay. Maar ja, dus we zullen zien. En dan gaan we eerst de uvas de la suerte proberen. De fresa e melon sabores. Ik ga er eigenlijk dit wel lekker eten. Het is net een tumtummetje, dit moet lekker zijn. Dat kan niet anders. Het is net een tumtummetje. Ja, hè? Ja. Ik druk net een tumtummetje ook. Als je het zo voelt. Nee, niet voor jou. Sorry. Dat is echt heel lullig, maar ze hebben echt net een snoepje gehad. Oké. Okay. Ja? Durf het aan? Aftellen? Nee, sorry, ook niet voor jou. Oké, blanche. Sorry meisje, maar hou even. Oké, 3, 2. Niet zo lekker als ik had verwacht. Maar wel echt meloensmaak. Doei. Gewone meloen, niet de watermeloen. Maar ja. Oh, maar nu. Oh, dat komt gelijk een meloen in beeld. Laten zien. Mijn meloen. Maar, eeuw, nee. Oh, daarom een beetje zuur. Echt gewoon. Ja, maar het nee. Gaat wel. Zeg. Het gaat, het is niet echt vies, vies, maar ik vind het ook niet lekker. Maar je zou niet zo gauw nog eens van nemen? Ik zou hem niet gauw weer kopen. Ik vind het geen succes, heb ik gezegd. Nou, die andere meloentjes, de melons. Ja, dat zijn maar melons. En ik hoop dat die wel echt lekker zijn, want ze zien er wel heel leuk uit. Die zouden ze ook moeten. Maar dit ziet er weer uit een soort kokosnoot achter. Ik hou niet van kokos. Gaat er kokos in zitten? Oh, het, dat kan ik allemaal niet ontzijden hoor. In ieder geval dextrose, flavoring, schuizel. Nou, het zal niet goed voor je zijn, maar oké. Okay. Gaan we het proberen. Please be good. Oh, het voelt wel leuk aan, die rippeltjes. Die voel je echt. Ja. Gewoon één keer? Oké. Okay. 3, 2, 1. Een kauwgom. Vind ik ook aan. Ja. Oh, dat is lekker. Oh, maar ik niet goed voor je tanden, maar wel lekker. Ja, de kauwgom. Wat doet me denken aan zo'n andere kauwgom vroeger. Ja. Smaken. Een beetje bubblegum-achtig. Het heeft helemaal niks met meloen te maken trouwens. De andere had echt een meloensmaak en dit heeft niks meloensmaak. Het is eigenlijk voor, ja, het is gewoon kauwgom, joh. Het is gewoon kauwgom. Die is kauwgom, echt wel lekker. Oh, deze ga ik echt wel eten. Ja, die ben ik. Deze vind ik echt wel lekker. En dan gaan we over naar de lollipop. En dit ziet er lekker roze uit. En ik denk dus dat het betekent aardbeien of zo. Neem ik dan aan. Ik weet niet, Fiesta. Ja, Fiesta. Ja, idee. Je staat strawberry flavor. Oh, strawberry flavor. Komt niet anders. Oh, serieus staat hier echt een aardbeien zo op de voorkant. Maar oké. Okay. Ja. Ik lust aardbeien. Ik ben er alleen niet heel gek op. De ene keer wel, de andere keer niet. Maar dit lijkt me dan ook wel lekker. Maar nu naar die melons van net, die niks met melons te maken hadden.
weet niet, ik ben gelijk wel iets van, oh, dat was zo lekker, dat kan ik nu alleen maar tegenvallen. Nee, het ruikt eigenlijk naar fristie. Wat heb je met je fristie? Dat vind ik echt zo smerig. Oh, maar ik weet niet of ik het lekker vind. Ik durf het echt gewoon bijna niet open te maken. Ik kom echt zo'n fristie kleur tegemoet. Kauwgom. Ja, ook inderdaad, een kauwgomlolly. Waarom zou je een kauwgom... Nee, een kauwgomlolly maken. Dit is hoe het eruit ziet, als je dat papiertje aan. Dit is hoe het eruit ziet. Dat is kauwgom. Een kauwgomlolly. Ja. Dus, ik weet niet, moet je nou gewoon aan likken met het bijt of zo? Nee. Maar... Het ruikt niet lekker. Nee, de geur is niet echt. Ik bedoel, fris is heel lekker, maar dit vind ik niet echt. En jij bent echt een aardbeienfriek, dan zou zij het niet lekker ruiken. Mm-hmm. Kijk, is het gewoon een hap of zo? Durf het? Okay, eerst jij dan. Met de aardbeien. Oké, je leeft nog? Ja. Nou. Maar ben je niet op de stoel? Doe dit een kandorsfit gewoon? Nou, denk ik wel. Het is geen fratella smaak of zo. Ja, wow, daar doet me dan denken, fratella. Ja. Of die lange jongen. Ja, maar die waren lekker. Het is ook niet vies of zo. Nee. Het is niet vies, maar. Nee, het rook viezer dan het smaak. Denk maar inderdaad aan lange jan. Ja. En fratella, daar ben je maar vooral dan. Het is te doen. Ik zou er geen los een keer van. Het plakt wel. Ja, dat wel. Pini. T.I. Stereotypen gedoe. Geef flauw die ook niet voorstellen. Ik denk niet dat dit wat gaat veel. Ik hou niet van drop. Eeuw. Het stinkt echt. Nee, Blanche, dat kan jij jezelf niet lekker vinden. Het ruikt ook ergens naar wat. Het ruikt gewoon naar plastic. Nee, ik heb ideeën ook. Echt? Ook naar iets van vroeger. Maar ik weet niet wat. Het is heel chemisch en het plakt. Zoals het nu al plakt, plakt ook aan je tanden, denk ik. Nou, we moeten het gewoon weer. Nou! Wish us luck. Ik geloof dat dit de minst leuke wint tot nu toe. Oké, en dan gaan we al heen. Ja, jij ook. Hoezo ik ook? Oh, nee, 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 ik ook top voor. Ja, maar die was het wel minder erg. Die... Het is open. Open. Rubber. Plastic, rubber, dat zijn de dingen waar ik aan moet denken. Ja. Nee. Nee, die wordt niet lekker. Grappig. Nee. Nee. Het is niet echt. Ja. Ik wil nu dus de eerste melon even tussendoor, want die kan je lekker wegkouwen. Lekker zuur, dan kan die even in mijn smaak weer. Jij? Ik neem het alweer af. Ja. Zoals ik het nu zie, weet ik de Spaans niet echt wat lekker snoep is. Want op zich ziet het er allemaal echt heel lekker uit. En, ja, nee, het is niet mijn snoep. Oh, het is tijd voor jullie. Oké, dus het is volgens mij tijd voor die dingen die er echt heel ranzig uitzien. Dus als ik het zo zie, dan is het echt ranzig. Dat is eigenlijk, wat hierop staat, is dat is eigenlijk wel. Ja, ik zal niet weten, maar volgens mij stik je dan. Maar ga niet doen. Maar het zit, ja, con pipa pelada. Iets met heet of dat niet? Weet dat niet. Ja, ik heb wel een beetje Spaans genoemd. Ja, en dan gaan we van noten. Ja. Maar je moet het toch proeven. We zijn toch leuk. Wat is toch leuk, hè? Ik ben zo leuk. Nee, blij. Jullie vallen iedereen zo wat. Nee. Is ba. Wacht even. Nee, niet zo lang. Niet jullie krijgen zo weer snoepje, oké? Hoe moeten we nou met jullie? Hoe moeten we nou? Ga maar, ga maar. Zo dus. Oké, blijf jij niet. Ah, genoeg, genoeg, genoeg. Ah, maar. Volgens mij is het niet zo vies. Nou, maar het lijkt alsof er. Nee, niet mais? Nee, maar... ja. Hoe heet die nou? Hebben we daar vroeger die pitten? Zonnebloempitten. Zonnebloempitten. Ja, dat was echt gek op trouwens. En dat was lekker, maar. En die er tussendoor zitten, dat is van volgens mij van die hete snoepjes, of niet? Hete nootjes. Dat is niet vies. Ik ga het gewoon eentje pakken. Hé, hey, hou. Nou, ja, dat dacht ik dus ook.
Mexicano, dus toch? Tijuana, Tico, Pilau, Mix. Hoe je het ook uit mag spreken. Ja, lekker. Maar, toch niet verkeerd. Dat is lekker. Ik moet een handje nemen. Ja. Dit zag er het meest ranzig uit van allemaal. En was het eigenlijk, ja, denk ik, op die melons na wel het lekkerst. Maar van de melons, die kou om dingen echt wel heel erg lekker. Dan hebben we er nog eentje over. En mijn hoop is echt hoog. Want die ziet er echt lekker uit. Maar. Ja, lijkt me lekker. Hoog dat het lekker is. Ik denk het wel. Oeh, kijk je uit. Kost me wel bijna van de vak. Jongen. Dat krijg je als je overal bij wil zijn, hè, jongen. Maar Aces, nou. Maar Aces is toch, is dat zuur of zo? Aces lijkt toch zuur? Zuur. Zuur. Ja, zuur. Dus oké, ze zijn zuur. Weet je dat vast. Oh, daar hou ik ook niet van. Van zure dingen. Oeh, misschien smaakt als die zure matte. Dat is echt heel lekker. Dat is echt. Ik ben echt gek op zure matte gewoon. Dat is zo zuur dat je echt helemaal zo zit. Dat is echt lekker. Sorry. Luister, je gaat niet plassen, hè? Wordt trouwens heel boos. Ja, niet heel boos. Ik kan het wel maken. Het ruikt een Niet zo lekker als zure matte. Oh dear. En ik hoop zo dat het lekker is, want het ziet er zo lekker uit. Het is wel iets donker en lichter, de kleur. Of ligt aan mij? Nee, die lijkt lichter. Ja, bedoel. Mag ik dat wel eens? Nee, volgens mij is het gewoon doorzichtig. Ja, het is doorzichtig. Ja, oké. Okay. Oh, yeah. We hebben eigenlijk altijd geleerd dat we nooit eerst aan het eten mogen ruiken. Want de geur en de smaak komt heel vaak niet overheen. Maar toch eerst gaan doen is ruiken. En dan denk ik, oh, eeuw. Mm. Maar het moet gewoon maar in één keer in je mond. Help. Nee, niemand gaat je helpen. Gewoon in één keer in je mond. Oh, nee, niet één keer. Ja, wel in één keer. Wat je dan afwijkt. Dat is zoals een klein dingetje. Ja. Hé, hey, badass. Maar één keer, hup. Dat is een badass ding, hè? Ja, nu wel. Oké, we kunnen dit. 3, 2, 1. Nog een keer? Oké, zou jij maar af. Ik wil niet één keer. Ja, gaat hem één keer. Oké, doe jij. Oké, hap je af. Oké. 3, 2. Cosmo gaat nu dus zich te weten bemoeien. Oké, 3, 2, 1. Hoera! Nou, dan hebben we in één keer. Maar dan gewoon in één keer. Nee, voor mij dus niet. Nee, voor jou, maar. Oh, dit zuur is van de zure mat. Dat is wel heel leuk. Dat is ook mooi. Nee, ik ga met touwtjes spelen, hè? Ja, ik ga met touwtjes spelen. Ja, natuurlijk allemaal mijn schoot. Maar niet bij jou? Ja, kijk je. Nee? Oké. Okay. Ik vind het niet vies. Nee. Ik vind het ook niet lekker. Alleen dat laatste beetje. Oké! Okay. Wat is dit? Dat is echt dat zure. Dat vind ik dan wel weer lekker. Cosmo, waarom kom je iedere keer touw brengen? Zou je het hard opnemen? Ja, jij hebt maar echt een, gewoon echt van een hapje genomen. Ja, ik zo. Nee, dit is echt, kijk hoe klein. Dit is echt gewoon zo. Ik hoef hier genoeg aan. Ja, dat hoef je genoeg aan. Ik ga gewoon. Sorry, maar zijn ze nog stort bezig? Dit is toch heel goed om te eten. Niet het grootste succes. Oh, dank je. Oké, dus gezellig. Ik denk dat ik nog eventjes zo met een kou kon nemen om de smaak weg te halen. Die wel echt lekker was. Jij met een kou op? Ga ik gewoon. Hallo. Gaan we gewoon een paar kanaal. Nu wel echt lekker. Dus. Die handen als je video nog maar afwijken. Ga ik maar lekker kijken. Wij kouden? Ja, dat komt er. Dat is ook leuk. Jor, ik geen bellen kan blazen, dat was echt leuk geweest. Echt hoor. Waar ik ook zo van kan proberen. Nou. Ik weet niet hoe je moet beginnen. Ik heb niet. Even om de tong heen, want dat is blazen. Hoe krijg ik om je tong heen? Heel veel. We kunnen geen kou van bellen blazen. Het was dus duidelijk, deze heeft absoluut gewonnen, hè? Ja. Dus en deze. En dit, maar ik vond die echt toch ook niet
Oké, dat doe ik wel echt een beetje aan de lange jaren tijd. Nou, ik ben. Oké, top 3 dan. Is mijn 1 is melons. Top 2 nootjes. 3 lollipop. En de rest kan je weggooien. Dus dat is een beetje mijn mening. Ja. Jouw mening ook? Ja. Ja? Ja, deze chips zijn prima. Is lekker. Sommige met vooroordelen, zoals dit. Maar ja, hiervan dacht ik echt dat het smerig was. Ik dacht, jezus, die was één smerig tussen. Achteraf bleken er 3 echt smerige tussen zitten. En 1 die ik gewoon minder, die iets minder lekker vind. En maar 2 lekkere. Maar als je het zo ziet, dan ziet het er gewoon wel heel lekker uit. Ik ga dus de video afsluiten. Geef een duimpje omhoog. Jee, duimpje, duimpje, duimpje. Als je het leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Want bij elke 100 abonnees geef ik 2 boekenpakketten weg. En deze hier naast mij. Ja. Die heeft ook een kanaal. Echt heel tof. Gaat nu hier ergens in beeld komen. Abonneer je ook eventjes op haar kanaal. Dat is hartstikke leuk. En zie je daar. Ja, zie je daar. En we hebben net afgesproken ook een hele leuke collab video binnenkort op gaan nemen. Eentje voor dit kanaal, dus mijn kanaal. En eentje voor haar kanaal in Halloween sfeer. Dus nou, die moeten jullie echt zien. Die gaat echt heel tof worden. En we gaan natuurlijk samen verkleden voor Halloween decoraties. En het heeft ook met food te maken. Food. Met de foodies. Maar, oh nee, niet allemaal. Eentje niet. Maar geef je het, gaan we niet vertellen. Maar er komen dus hele leuke collab video's aan voor Halloween. En misschien ook wel voor kerst of zo. Maar dat is natuurlijk niet. Dat is natuurlijk niet tijd wel, ja, inderdaad. Vooruit denken. Ja. Anyway, dus. Doei! Adios! Oh ja, adios. Ja, yeah, adios. Geen show, hè. Ciao, steeds fout. Los Italiaans. Oké, adios!